Tegenwoordig leven we steeds langer, dus worden we ook steeds ouder. 1 op de 4 mensen wordt nu al ouder dan 90 jaar. Maar wat doet die extra tijd met ons? Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert het Arthouse Lux het gloednieuwe UP-festival. En hierin kom je alles te weten over het leven voor gevorderden. One day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. In deze speciale uitzendingen van NN in samenwerking met Lux nemen we je alvast mee naar het thema ouderdom. Straks vragen we op straat hoe mensen denken dat hun leven eruit ziet op hun 80ste en of ze het dan slechter of misschien zelfs beter hebben dan nu. Maar eerst kijken we nog eens naar wat de ambassadeurs van het festival te zeggen hebben over dit onderwerp. Je ziet Dries van Acht, Hedy Dancona en Bahram Sadeghi. De aanwezigheid van ouderen in ons midden is een steeds relevanter feit. Dat doet er steeds meer toe voor hoe de samenleving werkt. En daarom is het de moeite waard om daar ook aandacht aan te besteden. Er zijn 10.000 mensen in Nederland die als ouderen zingen, tekenen, verhalen vertellen, toneel spelen. Noem maar op, ballet. Er zijn ook veel mensen die je kent die ballet zijn gaan dansen, ook mannen. Dan merk je dat in onze maatschappij bestaat nog steeds de perceptie van oud betekent aftakeling, betekent gezapigheid, betekent af. Mijn geheugen is lang niet meer zo goed als het is geweest. Ik vergeet dingen eerder. Ik ben ook vaker dingen op mijn bureau kwijt. Waar heb ik dat nou voor domme weer neergelegd? Hè? Dat soort dingen. Ik word ook gewoon hier kaler. Maar voor de rest, ik merk dat ik nog steeds alles kan volgen. Dat ik heel veel dingen nog steeds interessant vind om te volgen. Op het gebied van politiek, sport, entertainment en dat soort dingen. Ik lees en schrijven ongeveer de hele dag. En schrijven vooral vind ik heel leuk. En lezen heb ik nodig om te kunnen blijven schrijven. En ik werk voor goede zaken. Dat beeld van de ouderen is behoorlijk gemanipuleerd natuurlijk door de media. Dus als je ouderen, als ouderen aan bod komen, dan is dat toch meestal in afhankelijke, de eenzaamheid, de hulpbehoevendheid. Iets wat eigenlijk mededogen verdient. Maar dat soort van stereotypering merk ik nu bij de ouderen. En daarom denk ik ook dat zoals vrouwen zich geëmancipeerd hebben, dat eigenlijk voor ouderen nu ook aan de orde is. Ik denk dat vaak, niet lang niet door iedereen, maar wel vaak wordt onderschat wat ouderen allemaal nog kunnen op hun manier dan. En vaak verschillend van wat ze eerder gekund hebben en wat anderen nog altijd kunnen. Maar dat ouderen wel een eigen bijdrage kunnen leveren, in de meeste gevallen wel, aan de samenleving. Dus ja, en Hedy heeft gelijk. Hedy Dancona heeft gelijk, weg met die stereotype beelden. Ik ben mijn werk. Ik werk graag en ik doe het met veel liefde en met veel passie. En dat wil ik ook tot aan het eind van mijn leven doen. Als je 30 of 40 bent, denk je nou, als ik 65 ben, dan is het wel genoeg geweest of zo. Je relativeert het natuurlijk naarmate je ouder wordt, merk je dat er niet zoveel verandert. Dat je niet een ander mens bent. Weet je, dat oud worden, daar had ik geen prettige associaties bij. Maar nu ik zelf die leeftijd heb bereikt, kijk ik toch anders naar diezelfde mensen van mijn leeftijd of iets ouder. Het is goed om te constateren dat je dieper besef krijgt van de betrekkelijkheid van wat je zelf bent en doet. Ik zou aan mensen die het festival bezoeken heel graag willen meegeven dat
je niet ineens van de ene dag op de andere tot ouderen wordt. Ja. Je wordt wel tot ouderen gemaakt. Ik zie ook veel mensen om me heen die het leven ervaren, opvatten en zich daarin gedragen, zoals ik doe, met veel vreugde. Je blijft groeien. Je geest zegt niet stop. Je blijft nieuwsgierig. Je wilt dingen weten. Je wilt jezelf ontplooien. Ook al ben je oud, al ben je nog ouder, dan is er altijd iets wat je wel wil leren. Er is geen dag die voorbij gaat zonder dat ik me voorneem om iets te gaan doen waarvan ik te weinig weet. En dan gaan we nu de straat op met het onderwerp. Hoe ziet zo'n leven eruit als je 80 bent? En is het dan beter of slechter dan nu? Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet als je 80 bent? Ja, ik heb geen idee. Nee, ik weet niet. Ergens in Italië, lekker op een... ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik weet niet zo goed. Wat jij? Hopelijk met kleinkinderen, mm-hmm. denk ik. Ja. Zo'n leuke oma die leuke dingen gaat doen met haar kleinkinderen, dat... Ja. Denken jullie dat je leven dan leuker is dan nu? Nee. Nee. Waarom niet? Ja, omdat je dan een stuk minder kan, denk ik. En dat, ik weet niet zo goed. Ik denk dat al... Nu zijn we nog jong en fit en kunnen we dingen. En dan zit je maar een beetje met van die krakende botten en zo. Die, ik weet het niet. Ja, dat denk ik. Dan ben ik denk wel met pensioen dan. Heel veel vrije tijd, ook wel nog veel te kunnen doen. Ja, zoek ik het eigenlijk wel. Hoe ik het nu voor me zie, ik heb nog niet echt een beeld. Ik geloof dat ik nog niet aan toe ben om bejaard te zijn. Dus nog niet over nagedacht, nee. En zeg maar van bejaarden van nu, hoe denk je dat hun leven eruit ziet? In de verzorgingshuizen niet al te best, denk ik. Nee? Saai. Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet als jij later bejaard bent? Als ik later bejaard ben? Ik hoop dat ik kinderen heb, mm-hmm. kleinkinderen. Ik denk iedereen die wilt wel gewoon ergens op een eiland zitten met een mooi vakantiehuisje of zo. Op een eiland met een mooi vakantiehuisje. Ja. Het zal je verbazen hoe weinig ik dit antwoord tot nu toe heb gekregen. Nou, als ik met punt... Ja, ik weet niet of we nog überhaupt pensioen hebben dan. Maar het zou wel chill zijn als ik gewoon mijn laatste dagen in de zon gewoon relax kan uitzetten. En? Vooral veel thuis zitten en met familie tijd doorbrengen. Mm-hmm. Ja. Ja, ik zou ook echt tijd voor mezelf en familie. Ja. Ja? Ja, want veel kan je niet. Ja, en natuurlijk wel een beetje mobiel, want ik zou wel wat dingen willen doen. Ja. Maar verder goed eten, goed drinken en dat een beetje. Ja, verder kun je ook niks doen. Nee. Het ligt eraan hoe ver de techniek is natuurlijk. Maar ik hoop heel erg dat ik gewoon gezond oud word. En als ik dan oud ben, dan in een bejaardenshuis denk ik. En dan gezellig met andere ouderen. Oké, voor jou? Geldt er iets anders? Ik hoop dat ik dan nog zelfstandig kan zijn genoeg om mijn eigen appartement of huisje of zo te hebben. En meer een beetje dingen zelf doen dan via thuis. Hoe denk jij nou dat jouw leven eruit zou zien als jij 80 bent? Ja, ik weet niet eens of ik überhaupt 80 word. Goed antwoord. Ervan uitgaande dat je het haalt. Wat zou voor jou een ideaal scenario zijn? Nou, als het lekker rustig is, is het goed toch? Ja? Ja, niet te druk maken, gewoon relaxed. Okay. Ik denk dat eigenlijk wel het ideaalbeeld is. Gepensioneerd, in ieder geval. Dan mag je hopen op je 80ste. Ik hoop het wel. Gewoon lekker levens genieten. Oké, wat voor jou? Zorgen voor mijn kleinkinderen, denk ik. En reizen, als ik dat nog kan, dan denk ik. Ja. Niet meer jou dan, denk ik wel. Oké. Zo. Leuk dit. Ja. Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet als je bejaard bent later? Ja man, 80 jaar oud is de beste, broeder. Oké, goed antwoord. Ja. Fair enough. Tot zover Leven voor Gevorderden. Morgen en zaterdag vind je in Arthouse Lux het UP-festival dat geheel in het teken staat van ouderdom. Kijk voor meer informatie op lux-nijmegen.nl/up. Een uitzending terugkijken kan via onze Facebookpagina De Zoek Nijmegen. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.